Oh, wij moeten... Die heb ik al. Ja, oké. Okay. Helemaal top. Dan kunnen we ergens van de week waarschijnlijk even het hele attractiepark neerzetten. Echt super cool. En daarna mag ik de... Goedemorgen, het is zondagochtend. En ik ga weer Lego bouwen. Ja, ik wou net zeggen, één keer raden wat we gelijk aan het doen zijn. Want dan ga je het, ik denk dat het een soort spookhuis is eigenlijk, hè? Een soort piratenspookhuisachtbaan bouwen. Ja. Hij is heel cool. Weet je welk stuk we gaan maken? Laat zien. Dit stuk. Oh, we gaan beginnen met dit stuk te bouwen. Het is trouwens echt een dik boek dit. En er zaten bij deze doos zelfs twee boeken. Oké, wacht, deze... Drie ja, die heb ik ook uit. Okay. Twee is deze. Oh, wij moeten... Die heb ik al. Ja, oké. Okay. Helemaal top. Die twee, die ik heb ik twee van... keer. Die, oh, oké. Okay. Dan ga ik weer dingetjes alleen af en toe klaarleggen. Dan kijk ik wat ik nodig heb hier. Nee, dat doe ik. Oh, moet ik het niet weer voor je klaarleggen dat jij het gewoon kan bouwen? Jij kan het zoeken voor mij. Ja, dat een beetje, denk ik. En dan kan je het aangeven. Ja, even kijken. Even weer zo leggen. Een plat dingetje met een dingetje eronder, maar ik zie hem niet. Grijs, plat, rond. Misschien gewoon alle grijze dingen pakken. Ja, maar zo. Oh, wacht. Kijk, hier. Ik snap het al. We hebben een plaatje. Hier, deze heb ik. Ja, die heb je. En dan nog een... Deze heb ik. Kijk, ik weet niet welke je hebt, dus dan kan ik een beetje... Deze. Die heb je, ja. En dan, die. Dan moeten we zo'n vierkant met zo'n dingetje eronder. Deze is dat. Ja. En dan één zo'n schuine. Deze hadden we ook. Deze is smal. Ja, is dat die? Kijken. Deze. Deze. Oh ja, dat is die. En deze? Nee, die heb ja, ik niet. Ja, kijk maar, dat is die toch? Of is dat een andere? Nee, dat is deze. Ja, die. En... Dat draaiding. Deze. Alsjeblieft. Dan kan jij zien, hier is dat uitgelegd. Kijk, nee, ik weet al hoe die erin Oké, en dan moet hij daar erop. Maar jij gaat hem nog niet rijden. Nee, ik doe verder nog niks. Zij was net de hele tijd Lego aan het bouwen en ze is trouwens heel ver. Laat ik zo wel even zien. Maar ze is nu weg met papa langs oma. En er waren nog twee sets die ze niet heeft, want ze wil het hele attractiepark. Je had in ieder geval het attractiepark en de kermis, maar die kunnen natuurlijk heel leuk als één groot attractiepark bij elkaar. Dus ze had met de verjaardag bonnen gekregen. Ik kijk, is de ene, geloof ik, bijna 50% op de prijs erbij. En de andere helemaal uitverkocht. En ik had natuurlijk een tijdje geleden al dozen voorbesteld. Maar ja, weet je, het is best wel duur al die Lego, dus ik had ze niet allemaal gedaan. Dus nu op Marktplaats gekeken en de ene heb ik gevonden. Die is betaald en besteld. Oh, die andere krijg ik echt letterlijk nu een reactie op binnen. Kijken. Oh, die zegt nou opeens alleen ophalen, hè? Vaag. Dus dat in de advertentie verzenden. Nou, even sturen. Die bieden hem nieuw aan. Dus, even kijken. Dan zou ze die laatste alsnog hebben. Maar ik wilde wel graag nieuwe dozen. Ik heb niks tegen tweedehands. Absoluut niet. Maar ik ben altijd wel bang dat er onderdeeltjes ontbreken. En dat is gewoon zonde met zoiets. Dus ja. Dan heeft ze de laatste twee toch. En ze heeft natuurlijk één. Die allergrootste heeft ze bij mijn ouders. Die gaat ze daar afbouwen. En als die helemaal af is, gaat hij deze kant op. Dus dan kunnen we ergens van de week waarschijnlijk even het hele attractiepark neerzetten. Echt super cool. En dit is hoe ver die nu is. Hij is echt cool. Het is dus een piratenschip. En hier, dit zijn de deeltjes van de achtbaan. En die baan gaat ook zo. Oh, zo. En ja, dan komt er nog meer aan. Want ze moet nog twee zakken. Maar hij wordt echt zo cool. En hij heeft, maar dat zie je aan de achterkant. Als hij dan door de baan rijdt. En het komt hier tegen. Zit er ook licht in. Echt super kick. Ze is weer thuis en gelijk aan het bouwen. Hij is al een stuk verder. En ik heb
deze twee ook naar beneden gehaald weer. Dus dan mag je even vanmorgen één keer je hele attractiepark op de tafel bouwen. Voor het naar zolder. Bouwen? Ja, mag je neerzetten. Vind je dat leuk? Te geconcentreerd zeker. Hallo Sarah. Kiekiek. Ik heb het best wel dat je kiekiek zegt. Het park staat. Hoe cool is dit? Hallo Zek, ik ga meten hoe lang ik ben. Oh, dat is cool. Kan je meten of je lang genoeg bent? Ik ben nog genoeg om alleen te gaan. Oh, nou laat zien. Laat zien. Hoe gaat de wagen? Daar gaat ik niet mijn handen filmen. Nou, ga maar. Cool zeg. En dan kan ze zelf naar beneden. Laat maar los. Duwtje. Duwtje. Ja, dat is cool. Wauw, hij gaat helemaal tot hier. Ja, het is die cool. Ik vind het echt cool zo staan, allemaal bij elkaar. Ja. Het is echt een cool park. Hier begin je, dan kom je er hier zo in lopen. En dan kan je hier zo allemaal attracties. Oh, echt super cool. Sarah ligt in bed. Marco is even de deur uit, maar dat is bijna elke avond natuurlijk wel even. En ik ga editen, want dat heb ik al 3 dagen niet gedaan of zo. Ik weet niet precies, maar te lang. Dus, en daarna mag ik de Umbrella Academy verder kijken van mezelf. Ik vind hem echt leuk. Hoe verder ik kom, hoe leuker ik hem vind. Zet me deze echt teet. Oh ja, en ik heb koekjes, want deze vind ik altijd lekker. En deze geven mij het gevoel dat ik nog enigszins verantwoord koekjes eet, want er zitten in ieder geval nog veel vezels in. Oké, ik ging letten. Toen heb ik één vlog geëdit. Toen kwam Mark thuis. Toen gingen we undercover kijken. Toen ging Mark naar bed. Toen ging ik de Umbrella Academy. Ik wil hem elke keer anders noemen. De Umbrella Company. Maar dat komt ook wel eens voor in de serie. Daarom blijft het af en toe op hangen. Maar toen ging ik dus de Umbrella Company of Academy kijken. En nu is het laat. Ik heb de kamer net een beetje aan kant gemaakt. En ik ga lekker mijn bedje in. Wel laat, maar het is vakantie. Dus ik geniet daar heerlijk van. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!